7 uur. VTM Nieuws. Danny Verstraeten. Goedenavond. In Brussel is de mars tegen Marrakesh behoorlijk uit de hand gelopen. Naar schatting 5000 manifestanten waren samengekomen op en om het Schumanplein en scandeerden onder meer islam buiten. Agenten werden belaagd en ook onze reporter werd geviseerd door heethoofden. De politie chargeerde met traangas en het waterkanon en er viel enkele gewonden. 97 betogers zijn opgepakt. Volle blikjes bier, Bengaals vuur, stenen, hekken. De relschoppers gebruiken alles wat los zit of ze los kunnen krijgen om de politie mee te bekogelen. Die antwoordt met het waterkanon en traangas. Een statische, vreedzame betoging was toegelaten aan spoedprocedure bij de Raad van State. Maar al snel loopt de mars tegen Marrakesh helemaal uit de hand. En niet alleen de politie, ook de media worden geviseerd. Onze collega Hannelore Simons wordt belaagd. De betogers proberen haar te verhinderen haar werk te doen. Ja, zien jullie dat? Was er allemaal aan het roepen aan ons? Was Schild en vriendenvoorzitter Dries van Langenhoven die in zijn speech vanmiddag hard uithaalde naar de media. Hij beschuldigt iedereen van valse berichtgeving. Toch even zeggen, Danny, op het moment dat wij geviseerd werden, dat er toch al wat geduw en getrek was, waren die speeches nog maar net begonnen. Dus het is toch ook moeilijk om te zeggen dat het al rustig en vreedzaam was, of dat het nog rustig en vreedzaam was liever toen de speeches nog bezig waren. Vrienden, ik kondig dan ook graag onze eerste spreker van vandaag aan, de senior seniorum van de NSV, Otto van Malderen. Nee, meneer Kloos, nee, meneer Vervoort, nee PS, nee Michel 1 of 2, dit is één bruine nacht. Ik zou willen beginnen met een dankwoord voor alle verbondsbroeders en zusters van KVAV, voor alle Vlaams Belangjongeren, voor alle NSV'ers en alle mede-NVA's hier aanwezig. Al deze jonge mensen vechten voor hun idealen. Na enkele maanden heeft de NVA eindelijk de stekker getrokken uit regering Michel 1. Dit omwille van 13 bladzijden, gevuld met sprookjes, gevuld met absurde regeltjes. Regels die van ons land een grenzeloos toverstoot moeten maken. Maar naar wie schuiven we de Zwarte Piet door? Naar Michel 1? Of eigenlijk naar een select groepje partijen die niet naar hun kiezers luisteren. Meneer Michel. Meneer Michel, stap op, neem ontslag. Hou de eer aan uzelf. Want u vertegenwoordigt ons niet langer. Uw beleid en uw acties kunnen in Vlaanderen op nog geen derde van de stemmen rekenen. Neem ons lek in de straat. Eindelijk onze stem kunnen laten horen over dit verschrikkelijke immigratiepact. Yeah! Want wij willen geen land zonder grenzen. En wij willen geen premier die vat op de buik gaat voor internationale organisaties. Nee, wij willen een premier die eet als zijn eigen volk ding. Beste vrienden, jullie hebben het al gemerkt. Onze vrienden van de media die draaien hier vandaag op volle toeren. De afgelopen week hebben ze er alles aan gedaan om u hier weg te houden. Vlaamsgezinde jongens en meisjes werden opeens extreem rechts genoemd. Voetbalsupporters werden opeens gewelddadige hooligans genoemd. En een oproep tot vredevol verzet tegen het Marrakesh-pact werd opeens
grote kans op rellen. Een betoog waarna het geweld van vanmiddag nog weinig van overeind blijft. Ze willen zoveel mogelijk volk in de bank. Zalleman, dan Natti, dan Zalleman, dan Lange Vastrift. Ze willen zoveel maken in de statiepunt. Burgemeester Klozen en minister-president Vervoort reageerden op de goedkeuring die de Raad van State specifiek voor onze betoging gaf, door de tegenbetogingen meteen ook goed te keuren. Diezelfde journalisten die rellen voorspelden, stellen zich nu deze vraag dat burgemeester Klozen en minister-president Vervoort op die manier misschien bewust rellen hebben uitgelokt. Nee. Die journalisten die waren te druk bezig met jacht te maken op iedereen die zich inzet voor volk en vaderland. Om de mensenrechten zo gezegd te verdedigen. Men vraagt meer menselijkheid. Maar waar is die menselijkheid voor de slachtoffers van de aanslagen gelieerd aan die asielinvasie? Waar is de menselijkheid voor de familie en vrienden van die dodelijke slachtoffers? Deze waanzin moet stoppen. En daarom mag dit Marrakesh-pact niet ondertekend worden. En daarom komen wij hier vandaag op straat voor onze toekomst. Voor de toekomst van onze kinderen en die van onze kleinkinderen. En geen enkel verbod zal ons daarbij hierbij stoppen. En daarom stop Marrakesh! Vrienden, het mogen duidelijk zijn. Wij zijn het beu. Wij zijn het moe. Wij zeggen nee tegen die pestbelastingen. Nee tegen de ongecontroleerde massamigratie. Nee tegen dit Marrakesh-pact, dit zelfmoordpact. Wij hebben er genoeg van, vrienden. Met dat Marrakesh-pact naar waar het hoort, in de vuilbak. Ik geef graag het laatste woord van deze manifestatie aan onze rots in de branding, Luc Vermeulen. Vlamingen, nationalisten, bedankt voor de massale opkomst. Deze manifestatie geeft moed, geeft hoop op de toekomst, geeft moed om door te zetten en onze slag thuis te halen. Geeft vooral moed en hoop om de tegenmanifestatie georganiseerd werd, het initiatief genomen door allemaal jonge verenigingen. Dat geeft ook op de toekomst. Deze jongeren hebben wekenlang hard gewerkt om deze manifestatie tot een succes te maken. Dat is godverdomme ons land! Ons land! En de politie aarzelt niet. Wie blijft uitdagen, wordt meteen opgepakt. Dat die mensen aan een veilige toestand kunnen doen. En dan is hier voor ons de boeken toe. Hè. Wat er daar nog gebeurt, wij kunnen onmogelijk tegenhouden. Het is ook onze job niet, het is onze taak niet, onze verantwoordelijkheid niet. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen daad. Dus hier brons eindigt dat hier wat er daar gebeurt. Hè. Okay? Dus we hebben hier een oorskind zijn aan het podium, dat die mensen hier op een veilige manier kunnen afbreken. Hoe verklaren de organisatoren dat de boel uit de hand liep? Ja.
Wel, wij hebben daar niets mee te maken, zeggen ze. We hebben vreedzaam betoogd en wij zijn niet verantwoordelijk voor die hooligans. Luister maar. Het is absoluut wat we verwacht hadden. Alles is ook vreedzaam verlopen tot na de betoging. Dus ons werk zit erop en wij zijn zeer tevreden. Ja, maar er is wel amok gemaakt uiteindelijk. Ja, spijtig genoeg. Maar zoals ik zeg, we hebben tot na afloop van onze mars de orde kunnen controleren. En ja, als dan natuurlijk groepen zich bij aansluiten die op voorhand zich van ons hebben gedistanceerd, ja, daar kan ik niet veel aan veranderen.